gaan eerst naar de uitslagen kijken. Ik heb ze van alle 18 stembureaus binnen. En ik heb ook een eventuele zetelverdeling voor u, maar met heel veel reserves. En die hele vele reserves zijn dat er nog geen restzetels verdeeld zijn. En u weet, dat kan vrijdag, dan doen we de laatste uitslag, de echte definitieve met het stembureau. En dat betekent dat we dat vrijdag eigenlijk pas precies weten. Dus geliefde dat ook als zodanig, dat geldt zeker voor de aanwezige pers, als zodanig gewandeld. Dus het is super verlopen. We gaan nu beginnen met de percentages en daarna hoort u van mij. Moet je even die percentages spreken? 28,52. Gemeentebelangen 18,78. VVD 10,83. 93, excuus, bij de 11. PP 16,18. PvdA 7,95, geloof ik. Ja, 7,59. De ChristenUnie 8,28. En HNV 9,73. Dat betekent de volgende zetelverdeling. Ja, dit plaatje blijft er wel even op staan, de presentaties. De zetelverdeling, ik zeg het niet opnieuw, maar zeer gelopen. CDA 7. Gemeentebelangen 4. De VVD 2. De PVV 3. De Partij van de Arbeid 1, de ChristenUnie 2, HNV 2.